Je bent de boel alweer een beetje aan het oprekken, Paul. Ja, zeker. Je gaat zo meteen spelen. Ja, over een uurtje inderdaad. En dan nu al oprekken, dan blijft met dit weer vanzelf warm dan, hè? Nou ja, het duurt wel even hoor, voordat ik nog echt warm ben. Ik ben nog wel even een half uurtje bezig, denk ik. Dit is voor mij een nieuwe show, dus ik heb vrijdag mijn première gehad hier op Spotvinder mee. En volgende week sta ik in Rotterdam, in Delfshaven. En daarna weet ik het nog niet zozeer. Wij zijn heel benieuwd wat mensen van Spoffin vinden. Wat vindt u ervan? Ik vind het prachtig. Ja. En u bent speciaal hiervoor gekomen? Ja. Heeft u prioriteitenlijstje voor vanmiddag alweer klaar? We gaan hier in ieder geval kijken, hierachter. Maar eerst gaan we zo meteen een boottochtje doen. Even rust? Even rust. Even de spelspanning van je af laten glijden en dan heel langzaam weer op laten komen. You've got a lot of luggage. Yes, that's the mat for Pillow Fuss. And they have then later the show here on the place. And you are the roadie? I'm the roadie and the technician. And so walking through Europe all over? For now it was more Netherlands, but maybe in future also whole Europe. Very nice, negotiating food juggling heet de voorstelling van Ariane en Roxanne. Hello. Welcome. We're gonna play our show Play Nice, Negotiating for Juggling. Okay. And you've done it at Amuses. Yes, on Thursday was Ariane, and now we are Ariane and Roxana. Okay, and Spoffin, nice festival? Really, really nice. What makes it so nice? The people, the audience, the volunteers, the weather, we have to say, the city of Amersfoort, everything. Wunderbare Vorstellung. Dankeschön, dankjewel. Wunderbar Publik? Yes. Good paying audience? Yes. And good playing artists? Yes. Okay. Spoffin, nice festival? I love it. Yes. Why?
because the town is beautiful, the festival organization is amazing, the audience is amazing. What else do you want, like? Viel Spaß. Dankeschön. Installation, interactive installation, so people just come because there are bikes everywhere, so people can pedal and discover and then make sounds and music in every little installation. There will be a big one here and another big one there. Zit er muziek in, mevrouw? Het is geweldig, ja. Overal zit muziek in? Ja, overal zit zeker hier, ja. Spoffin, leuk festival? Hartstikke leuk, ja. Wat maakt het zo leuk? Ja, het is gewoon de sfeer en geweldige dingen. En al iets heel moois gezien? Ja, hier, die meisjes met die, met dat... met jong leren. Dat jong leren met die voeten. Ja, dat was geweldig. Wat hoor je allemaal? Heel veel dingen. Ja, en wat? Getik en gespartel. Is er voldoende te ontdekken voor die kleintjes? Ja, dit is hartstikke leuk, ja. Zit er ook muziek in? Die wel, ja, dat klopt, ja. Mooi om te doen, hè? Spoffin, leuk festival? Zeker, we hebben gisteren drie hele mooie voorstellingen gezien. En we hebben nu net de balkunstenaars bekeken. Waanzinnig, hè? Ja, echt heel mooi. Het is hard werken voor zo'n kop koffie. Jij zegt het. Ik ben niet anders gewend. Ja. Brouwen. Zijn we bij 90 jaar. Ja, de koffie is warm. Nee, ja, lauw. Lauwe koffie. Ja. Kortom, je moet weer aan het werk, denk ik. Ja, als de fluit gaat, dan dat moet er gestookt worden en dan moet er koffie gezet worden, ja. En van wie ook weer? Van Dikke Bertha. En dat is deze dame en wij zijn de langzame mannen en wij baten de Dikke Bertha uit. Er zit heel veel liefde in, denk ik, hè? Ja, dat moet u nog gaan proeven, dus. Dat ga ik nu doen. Ja, zeker. Dus ze hebben de koffie warm? Zeker, ja. Absoluut, ja. En met zulke obers is ook niet erg, hè? Nou, zeker niet. Wij gaan op reis en wat nemen we allemaal mee? Een wit busje uit 1984. En hoe ben je zo op het idee gekomen? Ik heb ooit eens een keer deze reis met mijn vader gemaakt. En die heeft zoveel indruk op me achtergelaten dat ik dacht, ja, dat wil ik heel graag met de wereld delen. Daar zit een voorstelling in. Ja, daar zit een voorstelling inderdaad. En die voorstelling vindt ook plaats in het busje. Eigenlijk een beetje een soortgelijk busje waar ik met mijn vader toenertijd naar Marokko ben gegaan. Ik wil niet jullie een beetje opjutten, maar we hebben een boot die we moeten halen. Dus als jullie een klein beetje opjutten. Ik ga ook mee. Wat neemt u mee? Ik heb mijn bankpas mee, vestje en mijn telefoon. De kaart. Ik kom er zo aan, ja? Als jullie dat alvast doen, dan ga ik mijn vader doen. Hedy! Ja, hallo, wat jij gaat doen met mijn spullen. Hallo. Wat jij gaat doen? In de auto. Oh, wacht, jullie gaan er mee? Ja, we gaan mee. Oh, sorry. Nee, ik dacht, jij pakt mijn spullen. Sorry. Nee, oh, sorry. Hoi, ik ben Brahim, vader vanuit de Hedy. Ja. Tineke. Hallo. Jaco. Wacht even, ik ga helpen mijn vader zoeken. 2 seconden als jullie hier blijven. Bah! Het komt hartstikke goed. Je ziet het, we maken haast, dus dat komt helemaal goed. Hallo, mevrouw. Achter schuiven. Ja, oké. Okay. Ja, ja. Hey, ik ben Maya. Ja, Maya, goed. Geen probleem. Hoi. Okay. Ja.
Ja, hou vast. Ja, ik hou vast. Ja. Ga je helpen. Helemaal. En vanmiddag uitverkocht? Vanmiddag, gisteren, eergisteren, alles was uitverkocht. Full house. Full van. Wij zijn Brass Society. Wat gaan jullie doen? We gaan muziek maken. En wat is het, een genre? Wij zijn modern New Orleans. Jij hebt voor zo'n hele grote kerel wel een heel klein mondstukje. Ja, een klein dingetje. Er moet nog een stukje op. Waar komt de Brass Society vandaan? We komen allemaal uit Dordrecht. Dus daar zijn ze gewaarschuwd? Ja, zeker weten. Hoe dichter bij Dordt, hoe slechter het wordt. Ja, zit je er helemaal in, het best wel naar je zin. Het is nog niet zonder gevaar, hè, zo'n trompet? Nee, dat gaat met heel veel gevaar gaat dat te werk. Nee. Wat is er gebeurd? Ik heb met de opleiding wat ik dus studeer heb, ben ik gevallen. Ja, oh ja. Maar je moet toch niet met zo'n trompet dan hele moeilijke oefeningen doen, of wel? Nee, gelukkig niet. Nee, ik maak er geen salto's mee, gelukkig. Nou, heel voorzichtig dan. En het is gelukkig niet je speelhandje. Nee, daarom. Dus ik kan wel lekker spelen, anders had het wel wat moeilijker geweest. Luchtdrummen, andere koek, hè? Je hebt dan met vier verschillende dingen te maken. Linkerhand, rechterhand, linkerbeen, rechterbeen. Dat moet je allemaal maar synchroon zien. En met een collega. Ja, hij is inmiddels ook gearriveerd. Hij houdt... Is er een beetje mee samen te spelen? Nou ja, je probeert wat. Maar ik moest even wat rechtzetten op Tinder. Gaan jullie nog spelen ook, of is het nou vooral rust? Nee, wij gaan nu naar de Appelmarkt. Om 4 uur. Spelen wij op de Appelmarkt. Bij wie ook weer? Wat zegt u? Bij wie ook weer? Bij wie? Geen flauw idee. Nee. Ik heb geen flauw idee. Dus het is niet de mobiele, maar de dubbiele brigade. Nee, bij wie? U vroeg er bij wie? Nee, de Appelmarkt. Daar moeten de mensen zijn, bij wie natuurlijk? Bij wie? Bij ons. U hoort bij de voorstelling? Nee. Ik ben invalide, maar als ik af die mensen daar denk, die zijn ook invalide. Die hebben ook een gebrek, hè? Ja, dat denk ik ook. Want dat achterover, ik ben wel invalide, maar dat achterover, dat kan ik nog ook doen, hoor. Ja, ja, ja. Want ik zit daar af en toe te bekijken, ja. Maar dat denk ik. Er is mee te werken. Ja, je moet altijd even een kwartiertje extra inplannen. Hè? Want ja, als je afspreekt om 12 uur, dan wordt het wel 12:30. Thank you.
Geëerd publiek, welkom bij de mobiele eenheid. En dan nu, heren, graag actie. Dat luchtrummen, dat vereist, dat mensen verkijken zich erop, maar het vereist een hoop energie. Luchtdrummen, had u er al van gehoord? Nee. Beviel het? Wat ik ervan gezien heb, zo vond ik het wel heel erg leuk. De provincie Utrecht zou iets meer geld? Het geld gaat naar de stad Utrecht toe helaas. Ja. Er is al veel commentaar op, maar ik hoop dat ze Amersfoort dat beter gaan bedelen de komende jaren. Heel hartelijk applaus voor deze Amersfoortse Spoffieblik! Oké, jongens. Verwennen, maar ik ben heel langzaam in te komen. Het is bijna afgelopen. Luchtdrummen ook iets voor thuis? Ja, dat moeten we nog even doornemen. It's really a nice festival, Spoffin, and we're really glad that we can perform here. You're from Rotterdam, so we talk Dutch too. Ja. Dat is veel gemakkelijker, man. Ja, dat is wel graag. Ja, u begon in het Engels, dus ik ga dan door. Maar ik heb je collega's gesproken, die spreken wel Engels. Ja, die spreken Engels. En hoe kom je bij zo'n gezelschap? Nou, we hebben allemaal in Rotterdam gestudeerd. Daar heb je CoDutch, Hogeschool voor de Kunsten. En daar zijn we samengekomen en toen hebben we besloten om wat te gaan maken. Preparing for the next performance? Yes. Yes. And Spoffin is nice? Yes. And the audience is nice? Yes. Even één ding over de voorstelling net. We schrokken heel erg toen er een kind de speelvloer opliep. En we kunnen dat de kinderen helemaal niet kwalijk nemen, want die doen dat soort dingen. Maar ouders, alsjeblieft, neem je verantwoordelijkheid en hou je kinderen bij je. Uw aandacht voor Hotel Jocandi uit Catalonië met Esquerdes. Really good colleague, yes. Keeping you high in the air, not on the floor. Yeah, taking care of me and Joanna. Joanna plays the double bass. Yes. And yeah, we take care all together. Amersfoort is nice. My name is Amer.
Amer, oh, it suits really good. I stay good here. Spoffin, nice festival. Very nice festival, very nice environment, very nice people. Everything has been really... Yeah. Everything is all right, including the weather. Yes. A wonderful singer. Thank you. Dank je wel. En een goede bassist. Dank je wel. Een boekboek. What a wonderful show. The direct conductor of the bells. As I asked, I arrived to Amersfoort, yes. Fort, and I asked for, please. I want the bells in the show. Very hard work. Very hard work, yeah. But very nice. Thank you. Yes. We enjoyed it. And what a wonderful singer. Yeah, we have an amazing singer. Yeah, yes. Yes. Wonderful show. Yes. Hard work. Yes. Hard work, yeah. Dank je aan Alfred, dank je Lida, dank je aan het team, de festival Spoffin. Amersfoort heeft haar omhelst. En jij ook? En ik ook, absoluut. Waarom? Waarom? Omdat zij op een hele bijzondere manier door alleen te kijken, zonder woorden, zonder tekst, alleen maar liefde geeft en ontvangt.